We betreden nu de Spirit Caverns. Kijk wat we hier kunnen vinden voor mooie dingen. In elk geval een rij met vijanden. Die we hier allemaal kapot gaan schieten om items te pakken. Hier is een hele grote grot. Ik blijf schieten. Voor het geval. Hé, een steen. Een mapstone. Oké, there's a piece missing. Oké, dus als we de piece kunnen vinden, kunnen we de mapstone repairen. Ik heb geen map. Oh, is het letterlijk deze? Dat zou wel makkelijk zijn. Nee, is het niet. Het is een ander ding. Kan ik hier doorheen? Nee. Daarom kan ik wel doorheen, maar ik kan niet zwemmen in paarse snot, denk ik. We gaan op zoek naar de mapstone fragment. Schiet dit kapot. Dan pakken we weer al die XP-dingetjes op. Daar zit weer een vijand. Die schiet nog wat pinnetjes. Die moeten we een beetje dodgen. Oh, ik ben hier naar beneden gevallen. Kan ik weer omhoog? Lijkt er niet op. Oeh. Dan moet ik naar beneden. Hij heeft mij geraakt. Beter dropt een van die beesten weer ergens live zo. Maar hier zit al een live ding. Kunnen we opspringen hier, hè? Bots. Hey, red light. Mooi. You gain an ability point. Create a soul link. Dat deed ik met E. Zo, game saved. Kijk, wat is dit? Improve the radius and damage of the charge flame. Spirit magnum. Magnum. Magnet. Soul link, cooldown time, regroup. Life cells. Half the cost of charge flame. Air dash, maar dat lijkt me wel handig. Charge dash. Water breath, hebben we net gezien dat we dat nodig hadden. Triple jump, ook handig. Maar dan moeten we hier naartoe, dan krijgen we speciale skills. Wat hebben we hier? Automatically absorbed life efficiency, ook handig. Energy efficiency, ook handig. Gaan we eerst alles op damage gooien. Ja joh, alles op damage. Requires charge flame, spark flame. Die heb ik toch. Maar een charge flame heb ik niet. Waar zit die? Charge flame efficiency. Of die moet ik nog ontdekken, denk ik. Nou, dan ga ik voor de pickups. Zo. Daarboven ligt iets, maar daar kan ik niet komen. Hé. Hey. Een grote meneer. Een herinnering aan onze eigen sneuveling, wou ik zeggen. De spirit tree. Ancestral trees. Come closer and feel the light. Kom maar, ik wil jouw licht. Ancestral tree. You learned wall jump. Yes. Kijk ons gaan. Wall jump. Een energy cell. Maar nu kunnen we ook weer terug naar die originele plaats. Met de wall jump. Kijk. Hop, 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 hop. Dat ding kunnen we tegenaan springen. Die kunnen we beschieten. Op voor die pinnetjes, hier kunnen we op springen. Kijk, nou komen we er. Hop, 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 hop. Oh, lekker wall jumpen. Kijk, nou komen we weer op plaats, joh. Hier is een vijand, die pakken we aan, want wij doen meer damage. Het is een vliegende vijand. Oh nee, het is een hindernis waar we niet op kunnen schieten.
Dit kunnen we moven. Zodat we daar naar boven kunnen springen. Hier is nog een vijand, die pakken we eerst aan. Zo. Is hier onder nog iets? Ja, een secret. Ik had het al door. Hier kunnen we op. Hier kunnen we op schieten. Krijgen we een diamantje. Deze steen, kunnen we die verplaatsen? Ja. We moeten uitkijken. We moeten die steen meenemen. Ik kan hier onderdoor lopen door die plank heen. Kijk, dit gaat allemaal nog goed. Voorzichtig, voorzichtig. Oh, niet tegen die stekels aanlopen. Ja, gaan. Oké, nu kan ik hier omhoog. Ik kan nog via die walljump, hier ligt nog iets, zie je dat? Die pakken we nog even mee. Hier is een stone, die kunnen we kapot schieten. Krijg je weer XP dingetjes voor. Hier is een hendel. Kunnen we ook omzetten met shift. Dan gaat het plankje omlaag. Ligt daar een map fragment? Is dat het? Mapstone fragment. Ja. Lekker jongens. Dan kunnen we naar die mapstone waar we net waren. Om die fragment erin te doen. Dat vind ik wel een goed idee. Die beesten aanpakken hier. Daarop springen. Krijgen we weer itempjes. Nou, op naar de mapstone. Daar weer tegenaan springen. Dan komt weer een dingetje uit. Alles voor de XP. Op naar de mapstone. Waar was die ook alweer? Niet hier. Kijk ze rennen. Kijk ze rennen. Hup, hup, hup. Mapstone was verder naar rechts. Hier moeten we weer omhoog. Hier hadden we de ability tree. Nee, die andere gevonden. Die pakken we aan. Hier naar rechts. En dan moeten we ergens naar beneden. Daar was het. Hier zo. Pas op voor de pinnetjes. En gaan naar de mapstone. Hier is de mapstone. Kijk, ik gooi het ding erin. En nu? We hebben een extra stuk map gevonden. Oké. Maar we kunnen daar nu met onze walljump ook weer terug naar boven. Kill al die beesten. Alles voor de XP puntjes, hè. Lekker skills verzamelen. Die gaten kunnen we niet in, want we hebben nog niet de pieces. Oh, hij springt omhoog. Ik had hem niet gezien. Deze heb ik wel gezien. Pas op voor de pinnetjes waar hij mee schiet. Kijk, nu kunnen we wel naar de Hollow Grove. Of de Blackwood Burrows. Hier kunnen we nog steeds niet in. Nee. Dus daar kunnen we niet in. Daar is een beest. Die pakken we eerst aan. Kijk, die dropt weer wat XP'tjes. Geef mij een XP'tjes. Kunnen we hier nu naar boven, nu we die walljump hebben? Ja, met die walljump kunnen we daar op, denk ik. Komt niet hoog genoeg. Dan hebben we daar een dubbeljump voor nodig, denk ik. Oké, wat kunnen we dan vinden? Oh, ik heb nog wel twee stones. Twee mapstones. Dan kan ik hier wel die deur door. Toch? Ik heb twee mapstones. Kijk, bam. Dan kunnen we weer een deur door. Hier kunnen we opklimmen. Hier is een ding dat schiet op ons. Die moeten we dodgen. Dan vinden we weer een mapstone. Dodge alle kogeltjes, Toemus. Hier is weer een mapstone, die pakken we daar zijn ziekte. Kunnen we daar komen? Niet vanaf deze kant. Ontwijk de kogeltjes.
Komen we hierboven. Kunnen we daar nog opkomen? Waarom is daar een plateautje? Er moet wel iets zijn, een secret. Ja, kijk, dat kon niet anders. Wat is dit voor deur? Energy gates, energy cells. Dan kunnen we hem openen. Hoeveel energy cells hebben we? Kunnen we dat zien? 2. Oké, dan moeten er nog 2 in. Kogeltjes zijn daar weer. Hier kunnen we niet heen. Dat is waarschijnlijk de terugweg. Hier kunnen we wel een jump maken. Die bloemen kunnen we niet killen. Ik wil hier wel langs. En daar is een stone. Als ik daar opspring, dan kom ik in die stekels. Behalve als we dat doen via het muurtje. Oh, kijk hem gaan. Kijk hem gaan. Wacht, hier kan ik ook onderlangs. Hup. Dan kan ik hier ook weer een stone pakken. Daar wil ik nu niet heen. Hier wil ik wel heen. Spirit Gate. 4 dingen, die heb ik. Daar kunnen we in. Kijk eens aan. Kijk eens aan. Door de poort. Het is de grote boom. Hier is een deur waar we niet doorheen kunnen. Maar dit is de grote boom die we zoeken. Hier is weer zo'n save point. De grote boom. The Ancient Being is een achievement die ik nu krijg. The Spirit Tree. Hij heeft ons gered. Het licht. Oeh, er komt een animatie. Ik hoorde uit de Ori en daar waren we bij. Lekker vogel. Ja, die vogel ziet eruit als een vijand. Ah ja, het licht. Die vogel die jat het licht, hij maakt het kapot. Zijn. Die hadden we gevonden aan het begin. Zijn. Zijn is ons kogeltje. Ja. We moeten iets begrijpen. Wat moeten we begrijpen? Oké, 3 elementen. Dan moeten we natuurlijk allemaal gaan zoeken, al die elementen. Forlorn Ruins. De bergen gaan we ook in. Mount Horu. Spider Coves. Oké. Okay. Dus we moeten nu richting rechts. Daar moeten we zien te komen. Find the Spirit Tree in de Thornveld Swamp. Nieuw objectief. Oké, okay. Nou, find the ancient being hebben we dan gedaan. En ja, dat vind ik ook weer een mooi moment om een checkpoint in te lassen. Dus ik ga jullie nogmaals bedanken voor het kijken naar dit stukje. Vond je het leuk? Heb je wat aan gehad? Vergeet niet te liken. En dan gaan we op zoek naar de grote boom in de volgende video. Later!